Daar kwam Rio Paw Patrol ontmoeten. Hoi mensjes en welkom bij een nieuwe video. Ik ben Nien en ik heb mijn haar gestold zoals jullie kunnen zien. Of het is echt een schandalig voor woorden. De achterkant is dus niet gesteld. Oh jongens, ik had gisteren zo'n afday. Ik zou dus mijn haar gaan verven. Zie je het? Nee. Film het eens. Je ziet het niet. Daar is het gewoon gesteld allemaal. Het is niet gesteld. Jawel, daar zie je gewoon alles gesteld. Hè? Oh, nou. Het is gewoon, denk ik... Dat kan je echt niet maken. Sorry. 3/4 van mijn haar is gesteld en de rest niet. Ik zou gisteren naar de kapper gaan. Ja. Ik zou gisteren naar de kapper gaan. Alleen er was even een emergency bij mijn kapster. Dus dat is natuurlijk veel belangrijker als mijn haar. Dus ik kon mijn haar niet verven. Maar ik doe altijd mijn haar stylen natuurlijk. Voordat ik mijn haar verf. Omdat dan ben ik gewoon veel sneller. Eindelijk Celine beloofd dat zij ook haar haar mocht stylen. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Kapot. Stel dan kapot. Ik was dus op 3/4 van mijn haar en ineens ging hij gewoon niet verder. En toen daarna kwam ik erachter. Of tenminste, toen deed hij het gewoon niet meer. Dus ik ben op zoek naar een goede steltang. Als jullie... ik had er nu eentje van Iso Beauty. Die was eigenlijk best wel goed. Maar ja, ik vind het wel raar dat hij zo kapot is gegaan. Terwijl ik hem helemaal niet vaak gebruik. Dus dat. Maar... Ja, ik denk dat die veun gewoon overhit was. Maar ik heb die internet geprobeerd. Hij is gewoon kapot. Gaat niet meer aan. Dus... als je een goede steltang weet, laat het even weten in de comments. Maar goed, dus nu kan ik Celine's haar ook niet stylen. Ja, en ik kon dus ook mijn haar niet verven. En ik ga dus over... Het is vandaag, welke dag is het vandaag? Woensdag? Nee, dinsdag, ja. En vrijdag ga ik naar Londen. Dus ik dacht, ik ga lekker mijn haar verven. Want de uitgroei is real. Maar goed, hè? Het is 1 april. Ik ga op 1 april, maar het is geen grap. Ik ga echt... Nee. Op 1 april. Ik wou dat met mijn eigen telefoon nog gaan filmen. Maar dan moet je dat 1 dag ervoor doen. En dan op 1 april posten. Ja, nu weet ik het. Ja, je hebt het verteld. Ja, maar ik ga niet op 1 dag ervoor. Nou, in ieder geval, mijn arm begint een beetje lam te worden. Maar wij zijn onderweg naar de bioscoop. Dus wij gaan even samen naar de bioscoop. Dus dan nemen jullie mee. Doei. Waarom kijk je nog niet? Wat? Ik wou letterlijk jou de hele dag gaan schrikken met mijn telefoon. Maar jij kan mij ook helemaal niet laten schrikken. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Oké, wat wordt de schade? Wat is dit? Sinds wanneer vind jij dat lekker? Kijken. Wat is dat? Dunne Oreo's. Oreo's. Is het nou Oreo's of Oreo's? Is het Oreo? Oké. Wat nemen wij? Wil een blikje cola? Of nee? Wacht. 3, 2, 1. Oh, ik heb keuzestress. 3, 2, 1. Nee. Welke drink heb jij? Sherry. Oh nee, ik moet nog even nog aan deze kant kijken. En ik, of zou ik Maltesers nemen of wat? Nee, dat wil ik sowieso niet. Nee, dan moet je Maltesers nemen. M&M's. 3, 2, 1. Het duurt te lang. Ja, het duurt ook te lang, maar ik kan niet kiezen. Nou, oké, Maltesers. Nee, nee, ik wil geen Maltesers, nee. Dit doe jij ook. Je vraagt altijd aan mij, oké, welke zou ik nemen? Dan zeg ik die en dan zeg jij, dan neem ik die andere. Ik wil geen M&M's. Celine, wat vind je van mijn drinkkeuze? Drankkeuze? Kinder. Hè? Nou, dus normaal. Appelsap is gewoon lekker, jongens. Rio drinkt. Ja, I love it. Heb jij ooit een James Bond film gezien? Jongens, binnenkort komt er ook een nieuwe Fantastic Beast. Die moeten wij zien, hè? Hier, proost.
zie ik allemaal. Nee, even serieus. Doe nou. Kom eens hier. Oh. Jongens, dit wil je toch zien? Oh. I'm sorry to disturb you, Thomas, but I've just received trouble news. Tell me, what is it? Nee, maar dit wil je zien. Oké, wij zijn weer terug van de film. Wat vond je ervan? Ik vond het niet leuk, ik vond het geweldig. Jij bent ineens heel erg fan van Tom Holland. Nee, toch? Na Spider-Man en nu deze, ja, ik ben gewoon geen filmmens meer, ben ik achter. Ik vind het saai. Nee, weet je waarom? Omdat ik vind bij een serie gaat de verhaallijn lekker wat langer, is het spannender. En ik vind bij een film is het zo duidelijk, oh ja, nu moet het even slecht gaan, dan gaat het weer goed. Oh ja, en uiteindelijk komt alles goed. Zo voorspelbaar vind ik jammer. Dus, maar goed. Gewoon bij film. Nee hoor, want aan het eind was het toch niet... Jawel, voorspelbaar hoor. Nee. Wat er was gebeurd. Aan het eind... Ja, we gaan niet spoilen, maar in ieder geval... Ik weet niet eens of ik al heb gezegd welke film we zijn gegaan. Uncharted. Toch? Uncharted. Uncharted. We gaan nu naar huis en als het goed is, is Riet thuis. Dus ik ga kijken. Ja, altijd. Ze is hem ook kunnen. Ik ga even kijken hoe Riet reageert als ze thuis komen. Dan ga ik filmen. Wel dat hij naar jou gaat rennen? Ja, sowieso. Hij rent sowieso naar mij. Hij is echt de laatste tijd een mama's kindje hoor. And I love it. And she does not love it. Oké, we gaan even kijken hoe die reageert. Rio! Rio! Hallo! Ja! Waarom ga jij nu nog gekken? Waarom ga jij nu nog gekken? Hallo, lieverd. Ik heb je gemist. Moet je niet zeggen, waar ben jij? In India. Hè? Waar was jij, Rie? Thuis. Was je thuis? Ja. Normaal vraagt hij altijd als ik thuis kom. Mama, waar ben jij? Ik ga kijken of ik het een keer kan opnemen. Oké, mensen, goedemorgen. Ik heb de Bennet opgestaan met Rie. Ik heb Celine naar school gebracht. Rie wat ei gegeven. Hij houdt helemaal van roerei. Wat ik nu ga doen, dit is dus mijn halfgestelde haar, waar ik het dus over had. Zoals je kan zien is het dus heel erg warm, zijn de kleuren weer heel warm, bijna oranje-ish. Dat is niet de kleur wat ik wil. Dus wat doe ik dan altijd? Oh, mijn haar ziet eruit. Ik ga laten zien wat ik gebruik. Ja. Dit jongens, dit is mijn goed dingetje. Man. No spon. Zelf gekocht, zelf betaald. Ik heb het al heel lang. Het is een zilver shampoo. Maar hij is zo goed. Oh my god. Hij is echt heel goed. Dus die ga ik even in mijn haar doen. Ik zal de link onderin de beschrijving doen. Ik heb deze volgens mij van bol.com. Hij is ook heel paars. Kijk. Heel paars. En kijk, mijn haar kan die op een of andere manier best wel lang. Kan ik het best wel lang laten intrekken. Maar ik weet bij mensen, vooral als je nog lichter blond haar hebt, dat je het echt niet te lang erin moet laten, anders ben je gewoon paars. Zo goed werkt deze. Kan ook niet een beetje hoofd ergens anders op gaan zitten als je dit aan het doen bent. Dus niet op je bank met je hoofd leunen of zo, want dan haat je echt je leven, want het trekt er helemaal in. Oké, alles zit er nu in. Het moet eventjes intrekken. En
Ik wou het eigenlijk een half uurtje in laten trekken, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Want ik heb dadelijk een meeting in Amsterdam bij mijn management. Dus dan neem ik jullie ook mee. En het is nu... Ja! Deze filmpje is afgelopen. Kom eens! Kom eens! Ja, ik ga het nog een keer doen. Maar hoi, mensjes. Nee. Nee? Oh, wat wil je dan? Wat wil je? Kijken. Wat kijken? Filmpje kijken? Ja. Oh. Vertel wat je net hebt gegeten. Wat heeft Rio gegeten? Ei. Wat heb je gegeten? Wat heb je gegeten? Chocola en yoghurt. Wat? En chocola in mijn hand. Was er chocola in je hand? Ja. Maar dat was niet vandaag, dat was gisteren. Rio is zo gek op chocola. Maar je mag geen chocoladeochtend, hè? Dat mag niet. Ga je weer naar de woonkamer? Ja. Oké, love you. Love you. Kusje mama. Ga maar dan, doei doei. Doei doei. Oké, okay, dus ik ga nu mijn haar uitspoelen. Het is trouwens een shampoo. Je hebt er ook een conditioner van, volgens mij S. Heeft ook de conditioner, maar ik gebruik altijd de shampoo. Dus ik spoel het dadelijk uit, ga ik mijn haar doen en dan laat ik jullie zien wat het resultaat is. Het is nu 9:48. Om 10:00 ga ik in de douche, want ik moet om 11:00 naar huis. Oké jongens, ik ben dus op kantoor. En er komt hier, Magnum komt langs met zijn nieuwe Magnum. Dus ik ga die zo even proberen. Ik ben even aan het kijken of jullie een beetje mijn resultaat kunnen zien. Misschien een beetje meer in het daglicht van de... Kijk hoe assig het is. Van de zilver shampoo. Zie je hoe assig in plaats van hoe het eerst was? Mijn haar is nog een beetje nat, dus ik zal het zo nog een keer wat beter laten zien. Maar ik denk dat ik even de Magnum ga proberen. Ja, het is zeg maar een twist op de almondversie. Met wit chocolade en melkchocolade. Vonden jullie het lekker? Ja. Ik hou heel erg van Magnum. Ja, ik ook. Ik vind echt mijn favoriete ijs wel, als ik er ijs moet kiezen. Ja, maar ik ben altijd zo in een tweestrijd van wil ik waterijs of wil ik... Nee, ja, ik ga wel altijd liever voor dat. Ja, altijd. Hangt er vanaf hoe dorstig ik ben. Nee, maar een Magnum ijsje is meer een toetje, ja, vind ik. En, ja, dat vind ik ook. Ja, ja, maar soms wel. Ja, dat is wel lekker hoor. Ja, dat is ook wel lekker. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time being so serious idiots thinking it. Oké, ik wou dus Fab laten schrikken, maar ik dacht dat ik de garage niet in kon. Maar die kon ik wel in. Dus ze hoefde toch niet te komen, helaas. Maar goed, ik ga dit weekend ga ik met haar Anouk en Jill. Oh, even wachten tot hij scherp is. Ik ga dit weekend met Fabiana, Anouk en Jill naar Londen. Dat hebben ze mij nog voor mijn verjaardag gegeven. Alleen, we zouden eigenlijk in januari gaan. Maar toen had Anouk corona, dus konden we niet meer gaan. Dus dat is nu verzet naar nu. Dat was mijn verjaardagscadeau. Dus daar heb ik heel veel zin in. En wij vertrekken ook op 1 april. Dus mijn idee is sowieso om iedereen de hele tijd te laten schrikken. Daar heb ik helemaal zin in. Ik vind het zo geweldig om dat te doen. Even kijken. Ik moet even op zacht. Ik ga nu eventjes Joost en de kinderen mieten. Want het goedste is Joost met hun naar een kermis te gaan. En daar kan Rio Paw Patrol ontmoeten. Dus ik ben zo benieuwd hoe hij daarop gaat reageren. Over navigatie. Laatste bestemming. Thuis. Dus daar ga ik nu naartoe. En Rio is sowieso ook nog nooit op de kermis geweest in zijn 2-jarige leven. Alles was natuurlijk sowieso dicht. Dus ik ga nu naar hen toe rijden en dan zien jullie mensen. Hey Cookie! Hallo, schatje! Heb je Paw Patrol gezien? Wie? Rio! Heb je Paw Patrol gezien? Rio! Oh, wordt die leuk? Rio! Rio!
mij vindt 3 het heel eng. Oh. Oh. Serie zegt nu dat hij het weer leuk vindt. 3! Vond je het leuk? Hij zat zo van mij, ja. Toen die dingen dicht gingen. Vond je het leuk, 3? Wil je nog een keer? Nee, oké.